Breda Nu. Je weet het meteen. Goedenavond, mijn naam is Huub en dit is het weekoverzicht. Op vrijdagavond 15 maart vond een reggae- en ska-avond plaats in poppodium Phoenix. De muziek werd verzorgd door twee bands, Papa Chakour en de Koala's, die allebei helemaal thuis horen in de ska- en reggae-wereld. Nou, we staan hier nu met een van de bands van vanavond. Zouden jullie je even kop voor kunnen stellen? Hallo, ik ben Koen. Ik ben Daan. Ik ben ook Daan. En ik ben ook Daan. En samen zijn jullie... De Koala's. Nou, zou je misschien kunnen uitleggen hoe jullie band een beetje is ontstaan? Zijn jullie er al lang of bent pas net begonnen? Misschien kun jij dat goed verwoorden. Oké, we bestaan nu denk ik 5,5 jaar, zoiets. En hoe kunnen we een optreden van jullie nou een beetje omschrijven? Wat gaan we zien? Wat is de sfeer? Beetje reggae-achtig, beetje spacey, beetje dub-achtig. Van indie, beetje pop. Van alles wat eigenlijk. We hebben net het eerste optreden gezien van de Koala's. Wat vond je ervan? Leuk. Reggae, melodieus. Dus wel verrassend en hartstikke leuk. Ik heb genoten. Ik vond het een hele leuke band. Heel gezellige band. En waarom zijn ze zo gezellig? Ja, het is gewoon heel vrolijk en heel vrij op het podium. Heel brutaal ook. En ik hou er heel erg van. Niet mensen die heel te midden daar zitten, maar ze zijn allemaal aan het bewegen, ze zijn allemaal goed bezig. En het klopt. Het klopt helemaal wat ze speelden. Ik hoop dat de volgende hoofdact ook net zo leuk is, dan zijn we helemaal tevreden. Nou, we staan hier bij de volgende band die vanavond gaat optreden. Kunnen jullie jezelf even voorstellen? Hendrik Atman Roeboen. Emiel van Dongen. Matthijs van Bremen. Jack Kroeze. Bas Goeikers. En samen zijn jullie? Papa Chakour. Nou, we zijn eigenlijk gewoon een groep vrienden die het leuk vinden om dansbare muziek te maken. En zo is het eigenlijk ontstaan. En doen jullie dat al lang? Een jaartje of 4 nou. Okay. En hoe kunnen we nou een optreden van jullie een beetje omschrijven? Hoe gaat het vanavond worden als jullie gaan optreden? Energiek, dansbaar en gewoon good vibes only. Ja. En we hebben afgelopen jaar een videoclip uitgebracht en een EP op Spotify. Dus... Ja, en nu zijn we hier om te knallen. Wij zorgen wel voor die good vibes only. Hou jij van werken in de natuur, dan zou je wel hebben gemerkt dat afgelopen zondag 17 maart de grote groene doedag was in het kader van de Boomfeestweek. Wij gingen langs bij boerderij Wolfslaar, waar een hoop activiteiten te doen waren en waar je onder andere je eigen vogelhuisje kon maken. Hé, wat ben je voor moois aan het maken? Een vogelhuisje. Wauw, een vogelhuisje. En ik zie dat je er heel hard voor moet timmeren. Kun jij dat ook al? Laat eens zien, kan jij ook timmeren? Ja! Een grote groene doedag, georganiseerd door Wolfslaar, door gemeente Breda. Wat is vanuit de gemeente de rol erin? Nou, wij als gemeente proberen steeds vaker het groen te promoten in onze stad. Hè. We hebben ook een stadslogan Breda Stad en een Park in 2030. En vooral dat thema willen wij goed bij iedereen over het voetlicht brengen. Dus dit een hele mooie dag voor. Dus er gebeuren dus meer activiteiten dan alleen deze dag. Kunt u iets vertellen over de verschillende activiteiten die er plaatsvinden? Ja, we zijn eigenlijk al de hele week bezig. Maandag, dinsdag en donderdag met alle groepen 7 van basisscholen in Breda. Om die allemaal kennis te laten maken met een stukje natuur. Afgelopen woensdag was natuurlijk de Nationale Boomfeestdag. Toen hebben we op Wolfslaar ook een boom geplant in een natuurgebied. En gisteren op Park Hoeven Noord en vandaag eigenlijk voor iedereen. Zit er een goede beschrijving bij hoe je het moet doen, het huisje maken? Ja. Oké. Okay. Weet je al waar je hem op gaat hangen, het huisje? In de tuin, bij de anderen. Oh, je hebt er al meer? Ja.
Oh, dan wordt het wel leuk. Ja, dat snap ik. Tof. Vandaag is de grote afsluitdag, hè, de grote groene doedag hier op boerderij Wolfslaar. En vandaag kun je op pad met iemand van de West-Brabantse Vogelwerkgroep om vogeltjes te spotten in het park. Maar je kunt ook hier je nestkastje timmeren. Nou, je hoort het geluid al achter je. Dus er wordt hard gewerkt. En het grappige is, er komen niet alleen kinderen op af, maar ook volwassenen die het leuk vinden. En dat is natuurlijk helemaal prima. Want als jij daar liefde voor hebt, dan moet je vooral komen. Even verteld, hè, vogels bekijken, luisteren naar de vogels, nestkastjes timmeren. Vanmiddag stonden er nog meer dingen op programma? Ja, dat klopt. Vanmiddag hebben we nog een circuit door het park heen. Dan kun je in de boom klimmen, dan kun je een takkenmannetje timmeren, dan kun je natuurcreatief. En je kunt met onze eigen ecologen van de gemeente kun je waterbeestjes gaan vangen. Want door het park stroomt de Bavelse Lei en er liggen ook verschillende poelen waar heel veel leven in is. En gaan we eens kijken wat er allemaal te vinden is aan libellenlarven en kleine visjes en rugzwemmertjes. Ja. In de wijk Brabant Park is op 19 maart een zogeheten Tiny Forest geopend voor iedereen die meer wilt weten over bomen, planten en de natuur. Joost Barendrecht, leider van dit bijzondere project, vertelt precies wat dit inhoudt. Een Tiny Forest is een klein stukje minibos midden in een woonwijk. Waar we eigenlijk de bewoners en ook kinderen laten zien hoe de natuur werkt. Dus eigenlijk een klein stukje wilde natuur midden in een woonwijk. Nou, het doel daarvan is dat kinderen die eigenlijk weinig meer in het bos komen, dat die het bos dichtbij krijgen en kunnen ontdekken van hoe een bos zich ontwikkelt. De kinderen die planten zelf de bomen aan en volgen ook hoe het bos zich ontwikkelt. Ze gaan onderzoek doen, hoe snel de bomen groeien, wat voor beestjes en dieren erin komen. Dus ze leren van alles hoe een bos werkt. We staan hier bij het eerste Tiny Forest van Breda. Zijn er meer van dit soort projecten in Breda gaande? Ja, er zijn een heleboel projecten als het gaat om biodiversiteit en om de natuur weer terug te brengen in de stad. Van de Tiny Forest is dit de eerste hier in Brabant Park. En er volgen er nog drie. We starten met 4 Tiny Forests. En als ik nu kijk hoe gaaf het eruit ziet en hoeveel enthousiasme het in de wijk Brabant Park losmaakt. Ja, dan denk ik dat we er misschien nog wel meer gaan doen. Ja. Ja, IVN heeft de ambitie om er minstens 100 in Nederland aan te leggen. En dat loopt eigenlijk al hartstikke goed. Want er zijn heel veel gemeenten die samen met ons dat willen oppakken. Gemeente Breda is van plan om 4 van deze Tiny Forests met ons aan te leggen. En er zijn ook andere gemeenten in Brabant, totaal 8 gemeenten in Brabant die meedoen. Kinderen vinden het echt hartstikke leuk om zelf hun bos aan te planten, het zelf te doen. En te gaan volgen wat er allemaal gebeurt. Ja, u heeft het over kinderen, want er is ook een samenwerking met de basisschool. Kunt u daar ook wat over vertellen? Ja, kinderen van de basisschool De Fontein, die zijn hier ook boompjes komen planten. En die krijgen ook een buitenlokaal in het bos, dus een plek waar ze les kunnen krijgen. En de leerkrachten die trainen wij ook om lessen te geven in het bos. Dus er zit een heel traject in ook om hun daarin te begeleiden. Dus de samenwerking is heel breed en allemaal met het doel om mensen weer wat vaker in aanraking met natuur te krijgen. Het zou er waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat op woensdag 20 maart de stembussen weer geopend waren. Dit keer voor de Provinciale Staten en Waterschappen. En wij gingen de straat op om de Bredanaar te vragen of zij gingen stemmen en waarom het zo belangrijk is om te gaan stemmen. Nou, je stemt ook al voor jezelf, want als je om je heen kijkt, wegen, milieu, energie, daar stem je allemaal voor. Maar je stemt ook voor de Eerste Kamer straks, want die wordt dus getrapt, gekozen. Dus in mei, 23 mei, worden alle Eerste Kamerleden gekozen, daar kies je ook voor. Nou, gaat u morgen stemmen? Dat zeker, ja, absoluut. Dat vind ik belangrijk. En waarom vindt u dat belangrijk? Dus dat we een beetje onze keuze kunnen beïnvloeden, politiek. Maar als jullie straks 18 zijn, gaan jullie dan wel stemmen? Ja, dan wel. Ja, ik ook zeker wel, ja. En waarom vinden jullie dat dan zo belangrijk? Ja, dat er een goed bestuur, zeg maar, is en zo. Nee, ik ga morgen niet stemmen. En waarom ga je niet stemmen morgen? Ik geef mijn stem niet aan iemand anders om over mij te beslissen. Absoluut wel, ja. En waarom vindt u dat zo belangrijk? Omdat ik graag het recht heb om te stemmen en ik wil ook graag van dat recht gebruik maken. Ja, wel. En waarom vindt u het belangrijk om te stemmen? Nou ja... Je mag en je bent blij dat het mag.
ook als vrouw zijnde. Wat zijn voor jullie nou de belangrijkste punten om aan te kaarten bij de provincie straks met betrekking tot Breda? Nou, voor mij zou het allerbelangrijk zijn, want straks krijgen we de energietransitie. Dat wordt heel duur voor elke burger. Voor mij zou het zo een doelstelling kunnen zijn om die energietransitie zo betaalbaar mogelijk te maken voor de burger. Nou, ik ben eigenlijk best wel happy zoals het gaat. En ik vind dat er een verstandige coalitie geweest is. En ik denk, ik ben erg benieuwd hoe dat uitpakt natuurlijk morgen. Ja. Met de uitkomst, hoe dat dan gaat. Zijn er nog dingen die u binnen de provincie veranderd zou willen zien? Dat vind ik op zich, ik vind het beheer van de natuur erg belangrijk. En ik heb op de kieswezer nodig informatie gehaald. En er zijn de mensen die de natuur willen beschermen of extra aandacht eraan besteden. Die wil ik wel extra aandacht geven. Ik heb op zich nog geen echte keuze gemaakt. Alles denken, veiligheid, natuur. Even nadenken hoor. Ja, misschien moeten ze gewoon sommige van die hele lelijke gebouwen of zo, moeten ze dan een keer misschien weghalen. Want het is echt, je hebt bijvoorbeeld gebouwen zoals de Lunette in Breda, ik weet niet of jullie die kennen. Het zijn van die lelijke gebouwen, ja, die zou ik wel echt liever weg willen hebben eigenlijk in mijn stad, eerlijk gezegd. Je bent pas 20 jaar en je zit bij de 50PLUS partij. Hoe ben je hier terechtgekomen binnen Breda? In 2016 heb ik mezelf lid gemaakt van 50PLUS. Toen was het Oekraïne-referendum aan de orde. Dat heeft me heel veel belangstelling bij mij opgewekt voor 50PLUS. En sindsdien ben ik betrokken geraakt bij 50PLUS. En ben ik hier in de gemeenteraad van Breda burgerraad zit voor 50PLUS. Stichting Werk aan de Wijk krijgt een tweede kans. De stichting zet zich in voor mensen in de bijstand om die naar de arbeidsmarkt te krijgen. En doet klusjes voor de wijk. Boas Adank was ook aanwezig en die opende de nieuwe locatie. De stichting houdt zich vooral bezig met het begeleiden en helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En dat betekent dat wij mensen veel hier hebben die al wat langer in de bijstand zitten. En die proberen wij door middel van werkplaatsen aan te bieden, werkervaringsplekken te bieden, weer wat ritme te laten krijgen en ook weer zelfvertrouwen en zelfrespect daarmee terugverdienen. Waarom bent u hier vandaag aanwezig? Nou, vandaag hebben we het nieuwe pand van Werk aan de Wijk geopend. Ze hebben een tweede kans gekregen. De locatie waar ze eerst zaten wordt herontwikkeld en ze hadden dus een nieuwe locatie nodig. En vandaag hebben we de nieuwe locatie geopend. En kun je misschien ook vertellen waarom je het belangrijk vindt dat er zo'n stichting als Werk aan de Wijk is? Nou, de stichting Werk aan de Wijk die helpt mensen sowieso uit bijvoorbeeld een uitkering weer een volgende stap te zetten naar bijvoorbeeld regulier werk in de arbeidsmarkt. Maar stichting Werk aan de Wijk die doet ook klusjes in de wijk die niet voor iedereen te doen is. Dus denk aan tuinwerk, denk aan een naaiatelier, denk aan taalles. Zo'n heel veel activiteiten doen zij en dat is heel belangrijk om dat in een wijk te hebben. Ja, oké. Welk belang heeft de gemeente hier verder nog bij? Nou, Stichting Werk aan de Wijk is begonnen ooit als onderdeel van de gemeente, al heel lang geleden. Een paar jaar geleden hebben we besloten om Stichting Werk aan de Wijk veel zelfstandiger te maken. Maar goed, dat moet je wel op een fatsoenlijke manier doen. Dus hebben we nu ook de kans gekregen om dat op een goede en professionele manier te doen. Zoals velen van jullie weten is de Zuidelijke Rondweg een groot wringpunt voor de stad Breda. De gemeente is druk aan het debatteren voor een passende oplossing, maar dit wil niet echt baten. Wij spraken met Michiel Nolte, die zich niet gehoord voelt door de gemeente. Nou ja, het probleem is, dat hebben jullie zelf gezien, er rijden hier veel vrachtauto's rijden hier rond. En wat de gemeente wil nog de kopse kanten, dus de oost- en de zuidoost- en de westkant, willen ze verbreden. En daardoor komt er nog meer verkeer. Nou, wat wil de gemeente nog meer? Ze roepen allemaal dat we de groenste stad van Europa moeten worden. Nou, dat is toch naar ons idee een beetje strijdig met wat hier nu gaat gebeuren. Het verbreden van de Zuidelijke Rondweg, wat meer auto's met zich meebrengt, wat meer fijnstof met zich meebrengt en meer geluid. Nou, wat je ziet is dat we nu vooral maatregelen nemen om de doorstroming te verbeteren. En niet zozeer maatregelen nemen om de leefbaarheid te verbeteren. Nou, we zijn begonnen met een aantal studies om te kijken welke leefbaarheidsmaatregelen genomen moeten gaan worden. Alleen die zullen we pas over een aantal jaar waarschijnlijk kunnen gaan nemen. Nou, ik snap heel goed dat de belangenverenigingen zich niet gehoord voelen. Maar als gemeente doen we ontzettend hard ons best om met elkaar in gesprek te zijn over welke maatregelen genomen moeten gaan worden. We hebben een aantal keren met de wethouder aan tafel gezeten. En wij vinden enigszins dat wij niet gehoord worden door de wethouder. Omdat
we krijgen nauwelijks antwoord op onze mails. En de wethouder of de gemeente gaat gewoon door met de aanpassingen, terwijl er een rechtszaak rondloopt. Dus echt, ze negeren ons eigenlijk een beetje. In hoeverre gaat dat dan? Want jullie hebben wel al een aantal keer met ze aan tafel gezeten. Wat wij graag willen, is dat ze ook aan de huidige situatie wat doen. En dat wordt volledig genegeerd. Er wordt alleen maar in de toekomst gesproken, over de toekomst gesproken. En dat is over 20 jaar. Maar dan moeten ook nu dingen worden gedaan. Ja, de discussie die zal er dus nog wel een tijdje zijn. Maar hoe kunnen jullie er dan voor zorgen, ja, dat er wat meer rust komt in die discussie? Nou, wat ik hoop is dat we met elkaar in gesprek kunnen blijven. Er zit wel wat spanning op die gesprekken. De belangen zijn niet altijd gelijk. Maar de inzet van de gemeente is natuurlijk om de doorstroming, maar ook de leefbaarheid zo groot mogelijk te hebben. Nou, en dat moet je met elkaar in balans zien te krijgen. Dat kan niet altijd op dezelfde moment. En dat is ook het eerlijke verhaal. Dit was alweer het weekoverzicht. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Breda Nu. Je weet het meteen.